We kropen in elkaar en we hoorden een klap. Het was even donker en er viel een bom. Vlakbij, aan het begin van de straat, werd een huis vernield. Voordat het eigenlijk tot ons doordrong, kwam er al een tweede bommenwerper omlaag. En die gooide een bom die achter ons insloeg. Het was helemaal donker in de straat. Een hoop gegil en opeens werd het muisstil. 14 mei 1940. Het bombardement op Rotterdam. Een dag die voor velen een andere wending kreeg. Een dag die ook bepalend was voor de ontwikkeling van Rotterdam. Rotterdam leefde immers al 4 dagen in grote spanning. De Duitsers hadden voet op Nederlandse bodem gezet. In 10 minuten tijd werd Rotterdam verwoest op een zeer onmenselijke en gruwelijke wijze. Mijn naam is Maria Josefina Doesburg. Ik ben geboren op 28 juli 1925. Toen de oorlog uitbrak, was ik 14 jaar. En ik woonde in Kralingen, dat is Rotterdam. De buurt waar ik in woonde was een volksbuurt. Met gewone mensen, en daar zaten ook huizen tussen waar wat meer gesitueerde mensen woonden. Maar zo werden we op 10 mei verrast door vele vliegtuigen in de lucht. Waaruit mannen bepakt met parachuten uit een vliegtuig sprongen. Verbijstering alom. Even later vielen de eerste bommen op de marine bij de marinierskazerne op het Oostplein. Het was oorlog. Het grappige is dat er was natuurlijk geen licht meer, er was gebombardeerd. We hadden geen gas meer. We hadden alleen nog petroliestelletjes waar we op konden koken. En dan moest je met je kan, dat was een vierkante kan, moest je naar de waterstoker. Moest je in de rij gaan staan, want niemand kon natuurlijk koken voordat je aan de beurt was om een kan met petrolie te krijgen. Boodschappen waren er weinig. Dus we konden alleen nog maar een aardappeltje koken op een petroliestelletje. Nou, totdat het dan 14 mei werd. En het was schitterend weer. De zon stond bloedrood aan de hemel. Totdat er een onvoorstelbaar geronk in de lucht plaatsvond. Vliegtuigen. Dat waren heinkels. Die gooiden brand- en brisantbommen. Hoe ik beneden gekomen ben, want wij woonden 2 hoog, dat kan ik me absoluut niet meer herinneren. Ik voelde alleen maar mensen. Sommigen huilden, anderen waren constant aan het bidden. Wat bleek? Dat ik aan de overkant van de straat, daar was een ijsfabriek. Ze hadden een eigen schuilkelder gemaakt. Tot mijn verbazing was ik daar ook terecht gekomen. Het bombardement duurde 1 kwartier. En tot mijn verbazing en groot geluk kwam ik toen mijn moeder, vader, mijn zusje van 11 jaar en mijn broertje van 5 jaar tegen. En dan moet je vluchten. Voor je alleen maar puin. Achter je alleen maar vlammen.